Ja, we zijn live. Hallo, ik ben Hanneke en ik ben hier bij het Shell tankstation aan de Europalaan in Groningen. Dat vandaag geblokkeerd is door Code Rood Groningen. Dus ik wil jullie even laten zien hoe de blokkade eruit ziet en waar we mee bezig zijn. En we praten met een aantal activisten van Code Rood Groningen over wat hier aan de hand is, waarom ze dit doen en wat er de afgelopen dagen is gedaan tijdens de actieweek tegen het Groningse gas. Dus, nou, zoals je ziet, dit is eigenlijk de ingang van het tankstation waar normaal auto's naar binnen rijden. En we hebben de ingang geblokkeerd met banners en opblaasbare kubussen. Waardoor auto's niet meer door kunnen rijden. Inmiddels is er ook een beveiliger van, ja, hoe heet ze, iemand, de verkeersregelaar gekomen om auto's door te sturen en te zorgen dat ze niet door onze blokkade heen rijden. Dus we zijn eigenlijk blij dat we zo worden geholpen. Er zijn meerdere ingangen van dit tankstation, dus die hebben we ook geblokkeerd. En aan de andere kant is ook een uitgang. Die hebben we ook moeten blokkeren omdat automobilisten via de uitgang naar binnen begonnen te rijden. Dus ik loop even een beetje naar binnen, dan kunnen jullie zien hoe we het allemaal hebben opgetuigd. Nou ja, banners. Shell Must Fall is natuurlijk een belangrijke campagne waar we mee bezig zijn. Dus deze blokkade past ook heel goed in die campagne waarin wij zeggen van ja, Shell heeft gewoon geen bestaansrecht. Want dat is geen club die van binnenuit gaat veranderen en opeens een goed en duurzaam bedrijf gaat worden. Ze liegen al 40 jaar over de schade die ze toebrengen aan het milieu, aan gemeenschappen, over de hele wereld. Dus zo'n bedrijf is eigenlijk gewoon een crimineel bedrijf dat weg moet en ontmanteld moet worden. Let's go! Door de barricade, zonder auto mag het. Nou, we hebben inmiddels ook eten gekregen van de koks van de Kale Kip. En zoals je ziet kunnen auto's ook, zelfs als ze door de blokkade rijden, inmiddels echt niet meer tanken. Want we hebben ook de tank zelf helemaal afgesloten. En ik zie hier de woordvoerder van Code Rood Groningen staan. Dus zij kan ons iets meer vertellen over waarom hier vandaag. Rood te zien, dus wij zijn wel tevreden. Ja, ben je tevreden? Ja, best wel. Mooi. Ja. Mooi. Was dit wat je verwacht had voor vandaag? Nou ja, meer mensen is altijd beter natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik denk dat we hier wel met een hele goede toegewijde groep staan. En ik zag RTV Noord had sowieso al 16 actievoerders geteld. Mm-hmm. Ik heb het idee dat er zelfs misschien nog wel met wat meer zijn, maar iedereen is een beetje verspreid op verschillende hoeken. Af en toe komt er iemand langs die dan probeert om maar gewoon met zijn scooter of zijn auto over de stoep alsnog het terrein op te komen. Maar dat is nu alweer een tijdje niet gebeurd. Dus we houden de blokkade op staan. Ja, ja. En jullie voeren al de hele week actie, hè? Hier. Oh ja, en wil je wat vertellen over wat jullie deze week nog meer hebben gedaan? En wat was voor jou het hoogtepunt van de week? Eén hoogtepunt, dat vind ik wel moeilijk. Ik denk dat het allemaal, dat het gewoon een mooie opeenstapeling van allerlei kleine acties is. En dat was ook wat wij in eerste instantie wilden gaan doen. Ons motto was voor Groningen, door voor Groningen. En dat hebben we in het actiekamp ook wel heel erg veel gezien. Er was heel veel aanloop, er waren heel veel mensen uit de provincie, uit verschillende dorpen. Die, nou ja, sommigen echt gewoon elke dag langskwamen en erbij zaten. Het was ook voor een aantal mensen uit de stad die naar het actiekamp waren gekomen, heel inspirerend om die verdieping te krijgen van persoonlijke verhalen over wat er gebeurt in Groningen. Want wat voor verhalen heb je bijvoorbeeld gehoord? Er was een van de mensen die heeft meegedaan aan de hongerstaking. Mm-hmm. En die kwam met een heel emotioneel verhaal over hoe zij gewoon echt zowel financieel als psychisch geruïneerd is door de gevolgen van de aardbevingen, maar dan vervolgens ook de strijd die er gevoerd moet worden met de NAM voor compensatie en inspecteurs die langskomen. En die, ja, echt iemand die wel gewoon best wel gebroken en moe gestreden is. En dat, nee, dat is wel hartverscheurend. Ze kwam ook met haar zoon. Haar kinderen zijn daar ook in die context dan een beetje, nou ja, volwassen geworden. En die dragen daar ook bepaalde littekens, denk ik, van met zich mee. Dus dat, heftig. Ik vind het heel heftig. Ja, maar goed dan om in actie te komen, toch? Precies, ja. En dan is het gewoon goed dat voor die mensen voelt het toch een beetje als een podium. En voor ons is het is
dat verdieping en ons doel was om elkaar te vinden. En die verbinding tussen Groningen uit de provincie, ik denk dat we daar heel erg in geslaagd zijn. Op allerlei verschillende, door allerlei kleine acties te doen die laagdrempelig zijn, waarvan mensen het gevoel hebben, oh, maar burgerlijk ongehoorzaam zijn, dat hoeft allemaal niet zo groot en zo spannend en politie eromheen. Maar je kunt ook gewoon een beetje ook ondeugend zijn. Ja, precies, en dan want jullie noemen het kattenkwaad bij boorlocaties. Toch? Ja. Dus gewoon lekker op een speelse manier het boren verstoren en belletje bellen, zag ik. Ja, en Verzin daar zelf geeft daar een leuke twist aan. Mm-hmm. Dus zo is ook een van de mensen, hij komt uit de Veewert, Fox, die kwam met gier aanzetten. En met hem samen hebben we dan die actie bij Holwierde bedacht. En dat is inmiddels omgedoopt tot Holgierde natuurlijk. Ja, precies. Want daar voor de deur hebben jullie die gier voor de ingang van die boorlocatie neergegooid. Ja, en banners opgehangen en wiebes in de mest gezet. Ja. En stank voor dank. Niet de echte wiebes natuurlijk. Nee, niet. Maar dat is een mooi voorbeeld dan van een kleinschalige actie die door een paar mensen van Code Rood en dan mensen uit de provincie samen dan opgezet en vervolgens uitgevoerd wordt. En dat zijn dingen waar ik ontzettend tevreden over ben. Ja. Leuk. Ja, en blijf je nog aan hier? Het is sowieso tot spits natuurlijk, hè? Want dan krijgen we de meeste mensen hier langs rijden. Ja, het wisselt heel erg de reactie op deze blokkade. Sommige mensen gaan lopen toeteren en dan worden een beetje chagrijnig natuurlijk. En andere mensen die steken wel een hand of een duim op en die vinden het helemaal goed. Ja. Nou ja, we zijn in elk geval zichtbaar. Ja. Tijdens de spits zullen we wel zien wat er gebeurt, hè? Wat we qua reacties over ons heen gaan krijgen hier. Maar tot daar willen we wel van blijven. Ja. Staying strong. Ja, sowieso. Ja. Ja, we gaan even verder lopen. En dan gaan we met andere mensen praten. Ja, dat is wel goed. Ja, ik vraag het aan. Tuurlijk. Nou, hier is nogmaals eigenlijk het zeil dat is opgehangen bij de pompen zelf. En we lopen nu even naar een andere ingang, waar ook actievoerders staan, om te zorgen dat de blokkade ook gerespecteerd wordt. Want niet alle automobilisten hebben veel geduld of willen de moeite nemen om 5 minuten verder te rijden. Dus we gaan eens even kijken wat daar inmiddels gebeurt. Zoals je ziet hebben we ook zijn er posters opgehangen. In het Gronings. Ja. Zo. Hallo. Actievoerders. Hey. Hi. Kunnen we jullie ook nog even wat vragen? Ja, tuurlijk. Ja, misschien zou je eens even opstaan, zodat de kijker fijner in beeld. En misschien ook zonder zonnebril, als je dat oké vindt. Zo. Goedemorgen. Ja, dus even wakker worden. Hey, jullie zijn al een hele tijd betrokken bij Code Rood, hè? Ja. Bekende gezichten. Kun je even voorstellen? Ja, ik ben Alex. Ik ben sinds een paar maanden actief bij Code Rood Groningen. Daarvoor heb ik wel ook al meegedaan eerder aan acties van Code Rood. Maar sinds kort ook actief bij Code Rood Groningen. Ik ben Atoes. Ik ben bezig met Code Rood Groningen. Hebben we opgezet omdat er na vorig jaar zo'n succes was en omdat we proberen nu eindelijk alle groepen een beetje bij elkaar te krijgen en gaat het nog toe best wel goed. Ja, want vandaag Shell. Hoezo Shell? Nou, allereerst omdat we de actie wat uit wilden breiden. We zijn allereerst naar de provincie gegaan. Daar zijn we een aantal dagen daar verbleven. En we dachten nu is het tijd om terug naar de stad te keren, maar ook om de focus wat uit te breiden. Dus niet alleen gaswinning, maar inderdaad ook olie. En natuurlijk ook omdat Shell voor 50% aandeelhouder is van de NAM. Dus die twee zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Shell dus ook mede verantwoordelijk is voor de schade die wordt aangericht met de gaswinning. Ja, ik snap het. Want ze hebben miljarden verdiend aan de gaswinning hier in Groningen, heb ik gelezen gisteren. En weet jullie ook hoeveel er nou eigenlijk vergoed is aan de Groningers?
gaan schaden en zo? Wil je daar... Veel te weinig. Ze lopen zwaar achter. De precieze cijfers weet ik niet precies. Nee. Maar ze hadden een marge gehaald en die hebben ze nog niet eens half gehaald. Nee, precies. De afgelopen paar jaar. Dus er zijn echt nog duizenden huizen die vergoed moeten worden. Of versterkt moeten worden. En eigenlijk komen er elke week tientallen tot honderden bij. Ja, bizar. Want het gaat nu heel snel met aardbevingen. Het gaat heel snel. Zijn ze eigenlijk elke week is er volgens mij wel een beving hier. Klopt. In meerdere. Ja. 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 Het snel. Meeste zul je niet voelen. Maar het is natuurlijk wel zo dat zo'n aardbeving als in Westerwijd werd in mei, het episch, wat jij me eigenlijk vertelde, dat epicentrum ligt gewoon heel dichtbij. Dus dat, ook al is het dan relatief weinig op de schaal van Richter, die kunnen heel veel mensen voelen. Maar er zijn daarnaast inderdaad, zoals jij ook al zegt, wekelijks ook aardbevingen van onder de 1 of tussen de 1 en de 2. En die is voor sommige mensen wel te voelen, maar voor heel veel mensen ook niet. Maar die richt natuurlijk wel schade aan onder de grond, waardoor, waardoor de bodem zakt. Maar ook aan de huizen en aan de fundering daarvan. Ja. Want jij zegt van, we zijn bezig ook met te proberen om het verzet meer bij elkaar te brengen. Verschillende actiegroepen en zo. En hoe gaat het? Is dat moeilijk of wat merk je aan de mensen hier? Ja. Nou, hier zijn, kijk, wij zijn natuurlijk heel veel mensen zijn in het activistenwereldje gekozen activist. Maar ja, hier zijn heel veel mensen die zijn gewoon, die hebben daar helemaal niet om gevraagd, maar die worden in die positie gedrukt. Dus je hebt ontzettend, je hebt zelfs VVD-stemmers en Forum voor Democratie-stemmers die toch een stem uitbrengen tegen de NAM. En om die dan allemaal met dezelfde hoofden naar één kant te krijgen is gewoon ontzettend moeilijk. Yeah. Alleen door zo'n overkoepelende organisatie die alles horizontaal doet en toch heel inclusief probeert te zijn, lijkt het dat het toch wel een beetje wat uithaalt. En de positieve media die er vorig jaar bij was, met zo'n geen niet-geweld. Nou, dat heeft gewoon tot heel veel positiviteit gebracht eigenlijk in de provincie en mensen die nu wel een stem willen laten horen. Ja, want ik was hier dinsdag ook en toen waren er ook best wel veel mensen uit de provincie die meededen. Vandaag is dat wat minder. Is dat het tijdstip van de dag of is Groningen te ver weg? Misschien Groningen ook een beetje te ver weg. Ja. En misschien is een tankstation ook niet helemaal een ding. Heel veel mensen die gaan het liefst gewoon graag naar de geboorlocaties toe. Ja. Gaan daar dingetjes doen. Misschien is dit toch net een stap te veel voor ze. Dat zou kunnen. En dit is ook veel minder anoniem. Als je naar een gastlocatie gaat, dat is toch, kan je veel anoniemer doen. Mm. En hier is wat het zo'n mediacircus. En sommige mensen zitten ook nog in een schadeafhandeling. Ja. Of die zitten in een positie met hun werk die ze anders hun baan kunnen verliezen. Dus daardoor zijn mensen misschien toch wat voorzichtig gewoon voor de media uitkomen. Ja, precies. Dus dan kunnen jullie daarvoor opkomen door hier dat te zijn. Precies. Ja. Mijn baas vindt het geen probleem, dus... Top. Ja, dat scheelt. Ja. Ik had nog wel een vraag. Ja, wat de bevingen met mensen doen. Zijn die zelf getroffen en wat doet dat met je, die onzekerheid? En... Nou, ik heb wel die in Huizingen heb ik meegemaakt. En dat was echt heftig. Alles het schudden om... uit elkaar, de borden vielen uit de kasten, alles viel om. Maar ik wist niet hoe snel ik mijn dochter naar buiten moest rennen. Dat was echt heel heftig. Ja. En wat hij heel veel ziet op het platteland, mensen raken hun bedrijf kwijt. Dan die moeten ze verkopen. En dan komt de belastingdienst nog even erachteraan om de centen te vangen. Terwijl ze een huis hebben die aan de puin is, wat niet vergoed wordt. En de staat die wil ook niet naar ze luisteren. Terwijl ze hier 60% in de deal zitten. Die krijgen de grootste opbrengst, maar die doen alsof hun neus bloedt. Dus mensen weten gewoon niet meer wat ze kunnen doen. Er zijn ontzettend veel mensen die hebben hun leven nu al. Er zijn al een hele groep mensen die hebben gewoon om die redenen een eind aan hun leven gemaakt. Gezinnen vallen uit elkaar. Mensen raken hun baan kwijt, kunnen hun huis niet meer kwijt. Heel veel mensen hebben geïnvesteerd in hun huis zodat dat hun pensioen is. Nou, dat is nu 3 keer niks meer waard. En heel veel mensen weten echt niet meer hoe ze hun oude dag door moeten brengen. Dus ja, er zijn ontzettend veel problematiek. Het is niet alleen het schade aan het huis. Dat is eigenlijk maar een klein deel van de problematiek wat hier zich afspeelt eigenlijk. En hoe brengen jullie het op om hier toch weer te staan? Ja, er moet toch iemand zijn stem uitbrengen, toch? Ja. Heel veel Groningers die zwijgen. Maar ja, er zijn ook gelukkig een groep mensen die hun mond niet dicht houden. En er wordt gewoon een keer tijd. Kijk, dat de gaskraan dicht, persoonlijk denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat ze het laatste er gewoon uit gaan pompen. En zo snel mogelijk ook. Maar het moet nou wel een keer zijn dat ze in ieder geval zijn verantwoordelijkheid nemen. En dat mensen hun schade af gaan handelen. Dat is voor mij de grootste beweegreden waarom ik hier sta. Ja. Mensen, hun leven zijn gewoon verpest. En iedereen wijst maar naar elkaar. Ja. 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 Ben je er nog een toevoeging aan, Alex? Of
ik sta er. Ah, oké. Okay. Die meneer van RTV Noord. Dat je opeens een idee kreeg. Nee. Iets, dit is de lokale groep. Ja. Hoi, betekent hoi hier. Ja. Ja. Dat weet ik ook sinds een jaar. Ik kom zelf niet uit Groningen, ik kom uit Utrecht. En voor mij, ja, ik heb nog steeds geen aardbeving meegemaakt. Heel gek misschien, want ik ben hier hartstikke vaak. Of ik ben er doorheen geslapen, dat kan natuurlijk ook. Maar voor mij is toch wel een beweegreden, is eigenlijk om dit soort verhalen en juist de hele persoonlijke kant, om dat zichtbaar te maken ook aan de rest van Nederland. Toen ik hier een jaar geleden kwam op die Code Rood actie en ik naar een soort van workshop ging van een mevrouw die eigenlijk helemaal daarin is gedoken, zelf heel veel van haar tijd eigenlijk besteed om al die ingewikkelde relaties en die onzichtbaarheid tussen die bedrijven dat allemaal uit te pluizen. Toen ik dat hoorde, schrok ik me dood. En vroeg ik mezelf eigenlijk af, hoe kan het dat ik bezig ben met een strijd tegen antiracisme, voor feminisme op internationaal niveau, terwijl ik nauwelijks weet wat hier in Nederland gaande is. Dus ja. Eigenlijk vanaf dat moment, nou, ik kwam ook steeds vaker in Groningen toen en vanaf dat moment ben ik me steeds meer ervoor gaan interesseren en heb ik me aangesloten. Ja, ik had het ook. In de Randstad is het toch ver weg en het komt niet zo in de media. Je weet dat er een probleem is, maar je merkt pas hoe erg het is als je hier bent en met mensen praat. Oké. Okay. Nou, top. Hou vol, zou ik zeggen. Ja. Blijf je lekker zitten nog even? Ja. Ja. Misschien doen we dadelijk nog even een livestream over een paar uurtjes. Ik hoop dat dat er straks na het werk nog mensen zich gezellig bij ons aansluiten. En wat is er de komende dagen nog te doen? Morgen is er een demonstratie van Fridays for Future, waar Code Rood Groningen ook luidruchtig aanwezig zal zijn. En ik weet, dit weekend is er nog een feest. Zaterdag is er ook nog een actie, is georganiseerd door Fossielvrij. Dan wel zeg maar onder de paraplu van de actieweek van Code Rood Groningen, maar zullen hun eigen actie doen. Ik weet daar het fijne niet van, dus ik zou zeggen, kijk daarvoor bij Fossielvrij Groningen. Gewoon naar hun actie. En verder inderdaad stond er ook nog een afterparty op de planning, maar waar en hoe laat, dat weet ik ook niet. Jullie zijn heel goed in verrassingen. Ja! Dus verrassingen en improvisatie. Je moet gewoon Facebook en Twitter in de gaten houden en gewoon klaar zijn om elk moment naar Groningen af te kunnen reizen. Ja.